jaar geleden deed ik 50 kijkers versus natural disasters. Dit werd mijn meest bekeken video ooit. En vandaag doen we het precies opnieuw met allerlei nieuwe disasters, meer particle facts en nog veel meer nieuwe dingen. Maar dan 1 jaar later. Van sterker tornado's tot earthquakes en zelfs supernova's. En die supernova's doe ik aan het eind van de video en zijn echt insane, dus blijf zeker kijken. Super veel kijkers versus natural disasters 2.0. En dit is wat er gebeurde. Laat de koters los! Oh, daar gaan ze weer! Teaming is niet de bedoeling, maar in het begin kan je ook namelijk nog niet PvP'en, maar aan het einde zometeen wel. Zie je een aantal mensen die hier pompoenen verzamelen, heel tactisch. Wat gaan ze daarmee doen? Dat is natuurlijk de vraag. We zien heel veel mensen ook hierheen lopen. Een aantal mensen staan nog stil bij de spawn. Daniel zit gewoon te chillen. Chill in de chest. Chest chillings. Maar hier gaan zo meteen wel kometen op komen, jongens en meisjes. Want de border gaat ook steeds kleiner worden. Wat betekent dat het steeds lastiger wordt en uiteindelijk mensen tegen elkaar zullen gaan vechten. We gaan deze persoon niet volgen. Wie is dit hier? Dit is PilbWalkjes. Wat heeft hij al? Hij heeft al wooden tools, actually. Nou, hij heeft gewoon al een pickaxe. Hij gaat er waarschijnlijk mine in, of niet hier? We hebben dus hier een meteorstaf, een disaster menu en een disaster menu 2. Maar eigenlijk is het gewoon een disaster PNB natuurlijk. Want hiermee kunnen wij klikken en daarmee dingen spawnen. En dat is actually heel sick. Bijvoorbeeld hier, deze waterman hier. Waterman, vind jij een komeet leuk of niet? Of wil je nog even wachten? Vind je dat leuk of niet? Nee, ja, hij klikt heel heftig. Nee, oké, dan laten we je even met rust. Zal ik gewoon even laten zien hoe het eruit ziet? We hebben ook Solarstorm. We hebben ook Tornado. En we hebben Supernova. Supernova bewaren we tot het einde. Want die vernietigt gewoon echt, denk ik, heel de map. Oké, we zullen even een casual komeetje gooien hier. Ik weet niet of hier mensen in de buurt zijn. Even om te kijken, weet je wel. Het is al lang geleden. Het is 1 jaar geleden dat we dit gedaan hebben. Even kijken hoe het eruit ziet ook alweer. Die geluiden ook gewoon zo echt insane. Sappige komeet, hé joh. We hebben hier nog Rinch. Richen, wil jij ook een komeet hebben? Vast wel, hè, hier. Oh, hoe heb je het overleefd? Ja, ga maar weg, inderdaad, ja. Oh my god, hij overleeft het ook gewoon. Het is dat PvP niet aanstaat, anders was ik gezegd, pak hem. Ik heb wel zin in zo'n eerste natural disaster eigenlijk. Maar dan moeten we wel een beetje mensen gaan zoeken. Even kijken, op top, wie hebben we hier allemaal? We hebben heel veel mensen. We actually... Oh man, het voelt goed om al deze mensen weer te zien. Hotter than my altar. Die naam spreekt mij aan. Die naam sprak mij altijd al aan. Hij spreekt me nu weer aan. Ik ga hier lekker een beetje rond te durpen. Oh, hij probeert weg te... Oh, wat heb je nou? Wat is dit? Oh, je geeft me een bloempie. Oké, normaal zou ik je af gaan straffen, want je hebt geen sicko-masker, maar een of andere knock-off sicko of zoiets. Vind ik een beetje matig, dus... Oh, maar... Oké, je hebt wel bloemetjes verzameld voor mij. Dat vind ik dan wel weer goed. Ik zal geen komeet op je gooien. Maar misschien kan ik een komeet eroverheen werpen zo. Wee! Ik hoop dat ik land hier niet op... Oh, Jesus! Een lava ding hier. Heb jij een cadeautje voor mij of niet? Alleen maar deze lava. Dat vind ik niet een goed genoeg cadeau. Laten we even kijken naar die natural disasters die we al hebben hier. En laten we even beginnen met zo'n cave-in level 3. Oh, de stenen vallen! Rennen! Renningens! Oh! Het valt wel mee. Oh, dit heb je goed gedodged. Laten we even iets groter proberen. En dit keer op jou. Cave-in level 3. Oh god. Oh ja, no! Die steden zijn zo dood! Oh god! Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij dit kon overleven. We moeten dit ermee doen. We gaan even kijken of hier nog meer mensen in de cave zijn. Als hier nog meer mensen in de cave zijn, hè. Wat hebben we allemaal voor natural disasters? Laten we even een beetje kijken. Oh, hij rent ook weg gewoon. Hij weet dat ik hier ben. Moderators, mogen we hier misschien een tornado hebben? Een tornado level 3. Eén tornado, dat vinden jullie vast wel mooi. Oh. Dat is een level 5 tornado, jongens! Oh god! Oh, hij gooit alle blokken overal heen. Ik weet niet eens waar hun zijn, joh. Maar ik kan even tp'en naar Ootje Olijfje, want die zou er... Oh, nee, waterbal is gevallen! Ootje Olijfje ook! Nee! Oh, ze zijn beide dood. Oh, dit was een level 5 tornado. Jemig, dit ziet er wel super vet uit, though. Holy freak, dude. Hij vernietigt ook gewoon het pad daar, waar hij heen komt. We hebben hier Hotter than my altar. Heb je een mooie cadeau dit keer. Bap! Weer een bloempje. 2, 3 bloempjes. Ik weet niet, man. De vorige keer had je wel een mooi cadeau, maar... ik weet niet, man. Misschien moet je nou toch maar gaan rennen, I guess. We gaan het natural disasters menu er namelijk mee voorbij pakken. Ik heb wel zin in een sinkhole level 4. Kom hier, Hotter than my altar. Sinkhole level 4. niet dat hij ontwijkt. Dit is groot genoeg. Hotter than my altar. Oké, we doen iets anders. We doen een sinkhole level 4 nog een keer. Hij ontsnapt gewoon telkens. Shit. Oké. Dan doen we de tornado. Oh. Hoe ontwijkt hij dit ook? Hij heeft de power van die bloemen of zo bij hem. Dit is echt niet goed gewoon. Oh my god, dude. Hij probeert ook gewoon te vluchten. Die tornado is ook gewoon nog steeds bezig. Even kijken, want misschien zijn mensen die ook nog door aangevallen worden. Nee, oké. Dit is wel mee. Waar is hij nou ook alweer dan? Nee, je meent niet dat ik hem letterlijk... Oh my god, je meent niet dat ik die freaking guy gewoon kwijt ben geraakt, toch? Ik zweer dat hij hierheen is gelopen. Wat erg dit, nee. Oké, gast. Maar 3 keer is niet scheepsrecht, hè? Hallo, als ik de derde keer nog een keer zie, hè? Dan gooi ik kometen op je. Level 1500. TP Super Milko. We gaan eens even kijken. Super Milko zit hier in de cave. Een beetje rond te rennen. Ik denk dat jij wel zin hebt in ook zo'n leuke natural disaster. Of niet? Oh, de border komt ook langs een blik erbij, though. Wat denken jullie van een... Ja, wat is hier leuk? We gaan even een nieuwe proberen, chat. Laten we een... Even kijken. Want welke zijn allemaal nieuw? Solar Storm. Solar Storm level 4. Wat doet dat ook alweer? Oh god, wat? Oh, de kometen! Het zijn superveel mini-kometen die vallen. Oh, Yultje gaat schuilen! Yultje gaat schuilen, want... De grond is... Oh, jeez. Yultje blijft gewoon stilstaan. Oh, en er zijn zelfs ook... vuurmonsters of zoiets. Vuurmonsters die naar mensen toe gaan. Maar Yultje is niet bang. Yultje heeft een bucket of water bij. En die denkt, frick it. Zolang die gewoon in het water blijft staan... Gaat zelfs nog dood, want ze wordt aangevallen door die... Oh! Die vuurmonsters! Oké, Yultje is dood. Holy fuck, wat is dit? Dit is insane. Wie is dit hier? Wat denk je van zo'n earthquake? Zo'n earthquake level 4? Kan je vast wel overleven, right? Is dit zo heftig, right? Hij wordt er naartoe getrokken, oh! Hij kan niet meer goed bewegen! Hij wordt er naartoe getrokken, maar houd die stand! Jasper! Jasper wordt erin gegooid. Oh, Jasper valt! Oh, Jasper landt in het water! Op het allerlaatste moment. Hij is daadwerkelijk in het water geland gewoon. Hoe heeft hij dit overleefd? Hoe overleeft iedereen dit? Oké, dit is een applausje waard, actually. We gaan even kijken. Wie zijn nog meer mensen dan? Fabian. Fabian, heb jij zin in zo'n natural disaster? Vind je vast ook leuk. Wat vind je van een... wat vinden jullie met z'n allen van een... Wat is dit storm, weet je wel? Zo'n regen. Dat als je gewoon lekker loopt... Want kijk, nu is het normale regen. Maar nu is deze drain. Oh god. Ik zou maar snel gaan schuilen. Ja, precies. Ja, onder de grond. Want anders dan gaat het fout. Ik bedoel, als ik het blokje weghaal, dan word je gewoon gedamaged. En nu niet meer. En nu weer wel. Nu weer niet. Nu wel. Niet. Niet. Wel. Ik ga even wat strong winds, extreme winds. Het leuke aan extreme winds is... Het is niet heel heftig. Maar het is wel leuk. Kijk, de wind staat... Oh, er is zelfs een creative voor ik meegeblazen. Oh god, je wordt gewoon een bepaalde kant op geblazen. Althans. Denk ik. Ja, oh... zelfs de boten vliegen weg. Oh, de boten. De boten. Ze gaan door de border heen. Even kijken. Wie hebben we hier nog meer? Ik vind het zo mooi. Deze persoon. Deze persoon is al 5 keer proberen die naar boven te komen. En telkens word ik gewoon weer weggeblazen. Ik wil, dit is content. Dit is leesvermaak. Oei. Dit is goed. Oh, god, hij plaatst een bordje. Help. Ik zal je helpen met een tornado. Misschien kan je daarmee een beetje wegvliegen. Oh god. Oh. Zoveel particles. Dit is echt insane. Oh my god. De boten worden ook allemaal opgetild. Dit is echt insane. Dit is oprecht insane. Maar is er nou niemand gestorven? Oh jawel. Julian. Julian is gestorven. Nou, F Julian. Even kijken. Wat hebben we allemaal gehad? Leon, heb jij zin in zo'n geyser level 5? Oh, Jesus. Water uit de grond, maar... Hij wordt er niet... Sinkhole level 5. Oh, ja, goed zo. Pim. Pim moet weg te komen. Dan Leo ook. Ze worden gedamaged. Maar wat gebeurt er nou? Oh, eentje had er gedaan, maar hij was niet genoeg. En de ander probeerde nog te bouwen. Maar deed dat te laat. En is alsnog ook gestorven. Leon en Pim, jullie... Jongens... Je had eerder het water moeten plaatsen. Dat had je letterlijk kunnen saven. Ik wil zo graag een supernova proberen, jongens. Maar het probleem is dat een supernova die vernietigt deze hele vloer. Dat vind ik zo unfair. Toch wil ik het heel graag doen. Maar ik weet niet, man. Als iedereen in één keer sterft, dan baal ik wel. Laten we eerst nog maar gewoon eventjes een... Laten we eerst nog maar gewoon eventjes een earthquake doen of zo. Zo'n leuke earthquake. Earthquake level 6? Earthquake level 6. Oh god, wat gebeurt hier? Oh, iemand valt er heel erg hard in. Fabian probeert wel te komen. Maar hij gaat de lava in. Fabian gaat juist de lava in. Fabian is dood. Alicia is ook dood. Maar mensen proberen hier bij het water te blijven, though. Oh, Fabian die zit in het water en redt zichzelf daarmee. Jamie is dood. Hotter than my altar is dood. Hendrik's stoel overleeft het alsnog gewoon. Oké, misschien is dit een mooi moment. Oh, mensen vallen al in het water hier ook en zo. Misschien is dit een mooi moment, chat, om te zeggen... PvP moet aan, want de hele map is al gesloopt gewoon. My god, Serial Man die is gestorven door de earthquake alsnog. Iedereen zit hier beneden, though. Oké, jongens, mods. Doe PvP aan. Oh god, Sven Hond. Sven Hond en Derbywood. Derbywood slaat echt terug, though. Het is een watergevecht. Sven Hond. Gaat een beetje... Oh, en Sven had dus dood door Derbywood. Hoe dan? Ik had het serieus eigenlijk niet verwacht, want Sven was veel eerder aan het aanvallen. Derbywood gaat naar boven. En probeert nog wat grond te pakken die er boven nog is. Hendrik Stoel daarentegen, die volgt hem, achtervolgt hem. Ze proberen naar boven te komen. Er is nog een klein beetje water over en grond over. Bouke! Die zit hier. Oh, Bouke valt ook naar beneden. En het is een watergevecht. Die Emma is dood, Fabian is dood. Langzaam verdwijnen ze als sneeuw voor de horizon. Het is een watergevecht. Richen heeft inmiddels full iron gear. Hendrik Stoel jumpt naar beneden met 2 wooden hoes. Hoe kan dat een wapen zijn? Hij valt alsnog Durpee Boy aan. Dit is gewoon een watergevecht. Maar hou ook je water in de gaten, jongens en meisjes. Want anders ben je zometeen dood door suffocation. Dus dat ik een triple fight hier, oh. Ik weet niet wat er freaky gebeurt. Oh, iemand anders komt erbij. Het is die Richen. Richen zit echter een beetje vast. Hij blijft ook een... Heeft hij een stone axe? Hij heeft ook een stone axe. Nog 4 mensen levend. Maar waar is de 4e? 3... Durpee boy zit gewoon boven hier aan. Hij zit gewoon boven te durpen hier. Niemand die hem door heeft. Of althans, misschien nu wel. Het lijkt me leuk als we misschien het water weghalen. Kan ik niet gewoon... Oh my god. Hendrik's stoel is gekilled. Ik heb wel zin om het water even weer een beetje weg te halen. Oh, iemand wordt ook naar beneden geslagen hier. Alsof we gewoon een paar sponsen plaatsen hier. Of even een paar van die sponsen, weet je wel. Gewoon zo. Zo. Spons. Richard is dood, by the way. Richard met de iron armor is dood. Durpee Woody en Cookie bijna in één gat. En Cookie wint de game. Voordat je wegklikt, wacht even. Wat is dit? Wat? Anti-Ryan cult clubhuis? Geheim? Fuck jou, Ryan. We doen hier aan Ryan haat. Rian ons niet kill, please. Nou ja, we hebben alles gehad nu, maar één ding nog niet waar ik het eerder over had. Ik denk dat het nu tijd is voor een supernova. Ik denk gewoon dat er niet andere mogelijkheden zijn. Ik denk dat dit gewoon Natural Disasters 2 level 5 supernova. Een Rian haathuis. Dit mag gewoon niet. Ook al leeft er niemand meer. Supernova 5. Oh, de epileptische aanvallen. Oh, de ster komt. Oh, god. Oh, oh, god. Holy fuck, dude. What the fuck. Oh, ik zal even kijken of het clubhuis er nog staat. Even zoeken. Ik heb natuurlijk veel meer games opgenomen. Dus wil je het volgende deel zien? Like dan nu eventueel de video. Of check hoe dit eruit zag een jaar geleden bij de vorige video. Nu op beeld.